Ik denk dat we een heel leuk programma voor jullie hebben vanmiddag. Geniet ervan en steunt de nieuwe prins zoals je mij gesteund hebt. Dan komt het allemaal weer goed in 2011. Bedankt. Jullie zijn allemaal naar de zee. Yippie. Kunnen jullie hem huggen? Ja? Jammer. Het is hier wel een pittig nummer, dus die kunnen daar mee zingen. Hey, hey, yippie, aan de kant in de zee. En iedereen die hier weer mee. Hey, hey, ieder jaar in de zee. Want op het eind van mei wordt iedereen weer blij. We gaan weer naar de zee, jongen, jongen, daar wordt kikken. Zijn allemaal tevreden, iedereen behalve ik. Want, oh, ik moet weer rijden. Hand, hand, jippie, jant, mee z'n allen naar het strand. Lekker zitten aan de waterkant. Hand, hand, lekker scheppen in het zand. Mee 13 man en schoonmoeder, dat wordt een hele klus. Vervoeren is een probleem, ik heb mij in een auto dus. Ga ik nou met een bos en ik leer me weer een bus. Want, oh, ik ben ook gek. Hi-hi-hi-hi-hi-hi, het begint al onder pie. Papa zijn de deur nog niet. En hij stond pas in zijn drie. Mijn zwager zet een lied in, verrekt en blije. En altijd weer ben ik de klos die kwal kan toppen. Je hoeft nog niet te stromen, doe gewoon maar mee. Als iedereen een mocht zijn, hebben het geen keuze. Dat jij echt komt goochelen, Jacques, maar deze hou ik nog een beetje met trucjes. Is deze weer niet goed genoeg? Is deze niet goed genoeg? Deze is niet goed genoeg. Jij kent geen verdwijntruc, zeg jij. Nee, ik hou geen verdwijntruc. Hij kan niet over. Ja. Hey. Dat is die jongen alleen maar naar, hè? Zijn de sexy chips. Maar ken je wel misschien een verschijntruc? Ja, natuurlijk. Ik heb hier... Gewoon iemand, je bedoelt gewoon iemand te verschijnen. De verschijnt over. Ik zag daar nog zo'n geluidskist dan. Die denk ik, klein hier nog... Ja, dat draai ik mijn hand liever doen. Dan word ik gewoon net zo gemakkelijk. Gewoon dik klok. Dan gaat hij, hè. Dan moet ik wel heel veel blaas wind hebben als ik dik klok wil zijn. En zie hier mensen. Voor jullie allemaal. De jeugd. Hier is hij dan. Uiteindelijk is hij daar. Peter Bond. Ja, ik ben verrekkers blij dat ik mag zijn. Ik ben er heel trots op dat ik hier bij jullie mag staan als jullie nieuwe prins. Moeder, sorry. Ik ben niet hier. Je zit nog aan. Goedemiddag allemaal, we staan hier in Bladel in het Muggenpaleis. Op 2 januari 2011 hebben we onze nieuwe prins, onze 40ste prins, prins Peter. Peter, hoe is het? Het is heel goed, heel erg leuk. We zijn net bekroond tot prins van de Muggenzifters. En ik heb er heel veel zin in om te doen. Vanaf wanneer hebben ze je gebeld om eventueel prins te mogen zijn? Ik denk dat dat 3 maanden geleden was.
Dus ik moest het al 3 maanden geheim houden. En het is gelukkig maak ik het er nu onderhand uit, want ik was er wel klaar mee. Ja, dat geloof ik wel, want je hebt 3 maanden verteld dat je ging skiën, zoals ik begrepen heb. Dus dat is dan een hele goede insteek geweest om het geheim, grote geheim te kunnen bewaren. Het is goed gegaan. Ja, ik heb er alle gordijnen gingen vanochtend dicht. We zouden eigenlijk om 4 uur vannacht aanrijden. Alle gordijnen hebben we dicht gedaan en smoeder gebeld dat we aangekomen waren in Oostenrijk. Een vriend van mij een sms'je laten sturen dat we er gezellig een biertje aan het drinken waren. En nou stond ze op het podium net van dat kan helemaal niet dat je hier bent. Dus het is wel heel goed geslaagd denk ik achteraf. Ja. Heel heel fijn. Ik denk dat we een superleuke carnaval gaan houden in Bladel. Ik denk dat we er heel veel zin in hebben. Ja, we gaan er heel veel plezier mee maken en het moet helemaal goed komen. Ja, okay. Heb je nog een motto voor deze carnaval? Carnaval deze jaar bij Raak en zeker geen doelloos vermaak. Heel mooi. Hey, jongens bedankt en tot de volgende keer.